De Stichting Theaterplan viert volgend jaar het 20-jarig jubileum en dat wordt gevierd met een bijzondere productie. De dansers en danseressen van Theaterplan zijn al druk aan het oefenen voor de musical The Wiz, die 3 januari in première gaat. Ze moeten nu nog dansen en swingen op de muziek van cd'tjes, maar daar komt binnenkort verandering in. Stichting Theaterplan is namelijk op zoek naar muzikanten voor het orkest. En Theaterplan is een stichting die werkt met jonge muzikanten, jonge spelers, jonge dansers, die de ambitie hebben om in een professionele productie te spelen. Dus als je amateur muzikant bent, jongere bent en je hebt zin om je te meten aan een professionele productie, dan kun je bij ons auditeren. De muzikanten die Ramse zoekt, moeten al wel wat kunnen. Binnen een team met mensen die hier werkt, die ook allemaal professionele zangers, dansers, acteurs zijn. Daar krijg je les van, daar ga je mee werken. En we gaan een echte voorstelling maken. Er komen dadelijk echt een paar duizend man kijken naar je. Dus je komt in een grote voorstelling terecht. De dansers zijn nu 2 maanden serieus bezig en ze zitten er helemaal in. Nou, het is vooral heel gezellig. Het is af en toe iets te gezellig volgens de choreografen. De musical The Wiz wordt gezien als een springplank naar het echte werk. Absoluut, ik denk als je hier aan mee zou doen, sowieso aan Theaterplan, ik denk dat het een hele goede opstap is voor iemand die bijvoorbeeld hier zijn vak van wil maken of bijvoorbeeld voor een school wil aanmelden die op theatergebied van allerlei dingen doet. Enthousiaste toetsenisten, blazers en gitaristen kunnen zich aanmelden voor de audities op 5 en 10 juli in het Parktheater.